Winkeliers moeten alle basis- en strategische goederen bij elkaar sorteren, zodat er een goed overzicht bestaat voor de consument. In de winkels moet er een opschrift basis- en strategische goederen te zien zijn. Dit zijn afspraken die het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft gemaakt met de Chinese Business Alliance, die gisteren een bezoek bracht aan minister Reshma Kuldeep Singh. Voor het ordenen van de basisgoederen hebben de winkeliers 1 maand de tijd. Verder krijgen alle winkeliers vanaf 1 mei 2022 om de twee weken een prijslijst met de maximumprijzen van de basis- en strategische goederen. En moeten winkeliers per heden een geëikte weegschaal in de winkel hebben. Het platform dat bestaat uit 9 verenigingen heeft de medewerking toegezegd aan minister Kuldeep Singh.